Ken je dat gevoel dat je zondag in de kerk zit en luistert naar de preek, maar eigenlijk niet echt luistert, want je hoofd zit vol met zorgen over geld. Hoe komt het met die rekening die ik moet betalen? Hoe vertel ik mijn man dat de wasmachine stuk is en dat we niet het geld hebben om een nieuwe te kopen? Dit verhaal gaat over mij. En weet je hoe het kwam dat het zo misging met mij en geld? Ik gaf het verkeerd uit. Oftewel, met geld dat ik niet had, kocht ik spullen die ik niet nodig had om indruk te maken op andere mensen. Zo stom, want het veroorzaakte spanning en stress bij mij, maar ook in mijn huwelijk. Het werd een dagelijkse aangelegenheid, tot ik er helemaal genoeg van had. Ik zei, Heer, dit kan niet meer. Ik wil mij niet meer zorgen maken over geld. Ik wil er goed mee omgaan, zoals u dat bedoeld heeft. Ik wil niet meer dat geld een wicht drijft tussen mijn man en mij. Laat mij zien, Heer, hoe het moet. Help mij. En dat heeft de Heer gedaan. Niet met het sturen van een zak met geld. Maar hij liet mij zien dat ik moest werken aan mijn eigen identiteit. Maar ook aan het omgaan met geld. De Heer wil graag dat zijn kinderen leven in rust en vrede. En zich niet zorgen maken om geld. Wil jij of willen jullie leven in financiële rust? Geef je dan nu op voor de cursus. Leven in financiële vrijheid. Zodat jij weer de controle krijgt over geld, in plaats van het geld controle over jou.